Ja, ik denk dat de intensiteit van het gevecht dat wij gezien zo hevig is. En er zit eigenlijk niks meer achter bij beide partijen. Dat ik niet denk dat het maanden gaat duren. Maar op zich gaat het zeker geen jaren meer duren. Beide partijen zijn als bokser in de 12e ronde van de partij over 15 ronden. Dit gaat het worden. Dit is de beslissende fase. Ja, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken die zei gisteren dat de strijd waarschijnlijk zal lijken op de gevechten in de Tweede Wereldoorlog. Het is heel opvallend als je naar de kaart kijkt dat de meeste van de gevechten nu, ook in de Tweede Wereldoorlog, daar heeft plaatsgevonden. Dat komt door het terrein, dat dicteert toch. Maar wat we nu gaan zien, vooral daar in Oekraïne is heel veel gevochten met tanks en met gepantserde eenheden. Datzelfde gaan we nu weer terugzien. Maar dan gaan we dus andere soort beelden zien dan dat we tot nu toe zagen. Ik denk dat je minder beelden ziet van steden die vernietigd worden en omsingeld worden. Maar dat je veel meer beelden ziet van reguliere troepen die tegen reguliere troepen vechten. Maar laat me duidelijk zijn, daar zijn ook dorpen en steden bij waar de Oekraïners blijven vechten. Ja. Dus er blijven ook burgers het slachtoffer. Vandaar dat die burgers ook weg willen met de trein. Want die voelen wat er aankomt. Die willen